Het zal best mogelijk kunnen zijn dat dit misschien voor mij de laatste carnaval is. Het zal best kunnen zijn dat ik op een gegeven moment zeg en denk van het is mooi geweest. Hè? Maar op de eerste plaats wil ik dit toch wel behouden als 's-Heerenberg, wat de Heitkamp, ook wat carnavalviering betreft. Dus ik zal het nooit 1, 2, 3 verkopen, ook al zou ik er veel meer geld voor krijgen, omdat het een vreemde te verkopen dat hier de carnaval afgelopen is. En dat is voor mij al heel wat waard. Ja, we hadden al wel lange deur dat Bennie zijn hotel liever niet wil verkopen aan een projectontwikkelaar die er appartementen van wil maken. En begin 2016 hoorden we dat er wat plannen waren van inderdaad de projectontwikkelaar. En toen hebben we immers gedacht dat we moesten gaan praten met Jeroen Grovenzaal en Bennie Heitkamp. En toen hebben we de knoop doorgehaakt. We hebben afgesproken dat Bennie en Sophie nog een jaar door konden gaan met hun hotel. En dat is ook precies wat ze voor ogen hadden, dus iedereen was blij, iedereen werd er vrolijk van. Dat is ook precies de reden dat we Heitkamp ook willen behouden en ook de naam Heitkamp willen behouden. We zijn na de carnaval 2017 begonnen, we doen dat in 2 fases. De eerste fase is dat we de zaal en de keuken en nog wat andere dingen gaan opknappen. In die periode bleef het café gewoon open. We hebben in de eetzaal, zoals Zeddam, hebben we een noodkeuken gemaakt. De bedoeling is dat we voor de carnaval 2018 uiteraard de zaal weer klaar hebben, zodat het hele gebouw beschikbaar is en de ouderwetse carnaval gevierd kan worden. Vaste klanten die hier zelf eens komen, die zijn heel bang dat er wat verandert hier. Dus we willen ook de sfeer zeker zo houden als het nou is. Zelfs de toverkleedjes gaan we niet wegdoen en niet vervangen. Er kunnen wel een nieuw biljart binnenkort, maar dan willen ze zelf onze biljarters, omdat deze 120 jaar oud is en binnenkort weggeeft. Dus we willen de sfeer ook na de verbouwing, na de renovatie zeker behouden. In 's-Heerenberg hebben we eigenlijk 3 seizoenen. Dat is voor de carnaval en na de carnaval. En voor de carnaval 2018 moet de verbouwing zover klaar zijn dat we weer helemaal los kunnen. Na de carnaval 2018 gaan we verder met de renovatie van het café. En gaan we de 5 hotelkamers in orde maken. Dat is fase 2 in ons geval. Dat zal rond oktober 2018 helemaal afgerond moeten zijn. En dan kunnen de hotelgasten weer komen. Tijdens de asbestsanering van het dak, die we versneld doorgevoerd hebben, kwamen op een beetje opmerkelijke plek allerlei voorwerpen tegen. Het was op de rand van het metselwerk, net onder de dakpannen. Daar lagen in de rand verstopt allerlei voorwerpen. En we weten niet of die daar een functie hadden of dat ze gewoon tijdens werkzaamheden zijn neergelegd of vergeten of dat ze een doel hadden. Nou, bijvoorbeeld deze fles. Die is nog, de stop zit er nog in. Of er nog wat in zit, weten we niet. Maar we vermoeden dat een bouwvakker die per ongeluk erin gelegd heeft, hem later heeft willen leegdrinken, maar het kon hij hem niet meer terugvinden. Dit is waarschijnlijk een van de voorlopers van de fluweelflesjes van tegenwoordig. Kurkje zit er nog in. Dus daar heeft een borreltje in gezeten of zo om mee te nemen. Dit is een ander flesje. Hier ligt de kurk onderin. Op het etiketje is nog de rest van het woord spiritus te lezen en de rest van Doetinchem. Dus of dat van Perlstein, Doetinchem is, het is eigenlijk een heel bijzonder flesje. Maar er zal ook een borreltje of zo ingezeten hebben. Zo is er nog een ander flesje. Of een stop van een karaf. Maar waarom dat in de dakrand lag, ja, daar hebben we geen flauw vermoeden van. We staan nu in de zaal. De oude synagoge. Het plan is dat het plafond helemaal omhoog gaat, een meter of 6. En het plan is ook dat we de ramen terug gaan brengen in de oude staat. Die worden ook een heel stuk hoger. Dan kunnen we het torentje weer op het dak, dat er vroeger ook op gestaan heeft. En dan kunnen we een lichtbaan, kunt er bovenin dat we een lekkere grote, mooie zaal krijgen. Ja, in de zaal wordt de oude deur weer teruggebracht in deze hoek. Er wordt een vaste bar gemaakt in de zaal. En er komt een lichtstraat in. De oude kroonluchters die worden gerestaureerd en die komen weer te hangen, ook in de oude synagoge. De oude schouw gaat helaas verdwijnen, evenwel met asbest. Er komt een mooie schuifpui, dat mensen dus mooi de grote tuin kunnen straks. Op deze plek kunnen we in je vaste bar te zitten. Er wordt een kopie van de bar in het café. Dus ook de oude sfeer komt hier in de zaal weer terug. Nou, we hebben ook een aantal pijpjes gevonden die hier in de omgeving veel teruggevonden zijn. Die werden gebruikt door, ja, ook door werklieden die bezig waren met timmerwerk of aan de dakreparaties. Maar ze zijn maar beperkt bruikbaar. Ik geloof dat ze na een aantal keren verstopt raakten en dan gooiden ze ze weg en dan namen ze nieuwe. Dit is waarschijnlijk een hele oude batterij. Ik weet zelf niet waar dit helemaal van gemaakt is, want ik zie hier ook iets van linnen of iets en ijzerdraad. Ik weet niet hoe dat helemaal in zijn werking ging, maar dit schijnt wel een bijzonder exemplaar te zijn voor de verzamelaars. We zijn eigenlijk voornemens om dat, als de bouwerij achter de rug is, om dat in de vitrinekast met wat foto's ter verduidelijking van de vindplaatsen, om dat tentoon te stellen hier in het pand. We staan hier boven de zaal in de synagoge. De dakconstructie is nog van 1874. Die dakconstructie is ook nog goed. Die gaan we terugplaatsen op de oude plek. En op de oude plek kun je zien in de gevel waar er tot 1949 heeft gezeten. In de dakconstructie, in het midden, komt dat torentje weer terug. Dan kom je hier midden boven de zaal. Dan kun je van onderniet zien, maar van buiten wel natuurlijk. In de achtergevel van die synagoge hebben we een raam teruggevonden. En er zitten er waarschijnlijk nog 3 of nog 6. Die gaan we ook terug laten komen in de zaal. Dus die kun je straks zien dat je in de zaal zit. De tuin wordt straks een heel stuk groter en dan heb je een mooie uitzicht op de Woestelhuisburg. Nou, ik zit nu eigenlijk op de plek waar het kochgereed stond. Het kochgereed is door ons is veel gebruikt, natuurlijk door Ricky en door Sophie. Het apparaat is door de moeder van Bennie gekocht, vlak na de Tweede Wereldoorlog. En altijd in gebruik geweest. Het apparaat is geproduceerd door de firma Therma in de Schweiz. Tegenwoordig heet dat Electrolux, is een groot keukentechniek specialist. We hebben het apparaat volledig gedemonteerd, schoongemaakt, gedemonteerd, zodat het door de firma Electrolux volledig in ere hersteld kan worden. Het is niet mogelijk om deze keuken te behouden. We willen wel de sfeer weer terugbrengen. Laten we het opnemen, we gaan ervoor. Proost. Laten we weer opnemen, we gaan ervoor. Dan drink je te vroeg. Oh.